Hallo allemaal, vandaag laat ik zien hoe je zo'n armbandje kan maken. Je hebt een vork voor nodig. Een haakje. Ik gebruik deze, omdat deze aan de bovenkant helemaal rond is. En dan zijn deze niet zo handig, vind ik zelf. Want dat is een beetje lastig en dat wil niet. Maar je kunt ook een pincet gebruiken. Alleen dan moet die iets dunner zijn. En dan, dat is ook wel makkelijk. Handig. En je hebt elastiekjes nodig. Ik gebruik oranje en groen. En een clipje. Dus ik heb de S-clip. Nou, ik pak nu mijn elastiekjes. Oranje. En groen. Nou, nu gaan we beginnen. Nou, wat je doet, je pakt je eerste kleurtje, bij mij is het oranje. Ik gebruik nu twee kleuren, maar je kunt ook drie kleuren gebruiken, wat ik hier heb gedaan. Het was gewoon hetzelfde. Wat je doet, de oranje zo. Draait hem weer. Doe hem om de derde. En dan draai je hem weer en dan doe je hem om de vierde. Nou, dan heb je dit. En dan pak je je tweede kleurtje. Dus. Je houdt hem zo. Je draait hem een slag. Doet hem om de tweede. En dan draai je hem weer. Nou, nu heb je dit en dan moet je niet verder gaan. Want je moet het gewoon zo laten. Dan pak je een beetje haak. Je kunt het ook even met je hand doen. Gewoon zo, dat kan ook. Met je haak. Nou, de eerste is altijd het makkelijkst. Dus dan denk je misschien, oh, het gaat best makkelijk. Maar nu kun je het even met je hand doen. Makkelijk, maar het valt wel mee. Nou, de volgende stap. Want de groen zit nu zeg maar nog om een beetje om het vork. En dan nu moet ik dus de oranje pakken, omdat die er, nou ja, hij zit daar, maar die zit zeg maar om het groene elastiekje en niet om het vork. Dus dan moet ik nu de oranje pakken. En als jij nou bijvoorbeeld drie kleuren hebt, de derde kleurtje pakken, of als je het kan, dan moet je ook de derde pakken. Maar je doet draaien, doe maar omheen. Ik draai hem, doe maar omheen. Thank you.
Net zoals je net de hele tijd hebt gedaan. En dat doe je dus ook.